Deze conceptquiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Deze serie van 5 vragen over numeriek modelleren zijn net wat lastiger dan de normale vragen, dus neem hier ook wat meer tijd voor dan dat je normaal gewend bent. Vraag 1. In vraag 1 wordt gevraagd naar de waarde van 2 variabelen, b en d, na het doorlopen van 1 keer de modelcyclus. Ik heb om het allemaal wat duidelijker te maken, heb ik een extra tabelletje toegevoegd waarin je kunt zien hoe de variabelen veranderen gedurende de loop van 1 keer de modelcyclus. We gaan dus met de hand 1 keer het model doorlopen en kijken wat er gebeurt. In regel 1 wordt een nieuwe waarde van a berekend en daarvoor heb je de oude waarde van a, de waarde van c en de waarde van dt nodig. Nou, die staan alle 3 bij de startwaarde, dus die kunnen we invullen en we zien dat a een nieuwe waarde krijgt, die wordt 0,5. Die gaan we in modelregel 2 invullen. De nieuwe waarde van b wordt de oude waarde van b plus 0,5, dus b verandert naar 1,5. En in modelregel 3 gaan we b weer gebruiken. We gaan b vermenigvuldigen met de variabele t. Nou, die is nog niet veranderd, die stond op 0, dus ik krijg 1,5 keer 0. En ik weet nu wel wat de nieuwe waarde wordt van de variabele d, want die stond nog niet bij de startwaarde, dus die krijgt nu ineens wel een waarde, die doet ook mee. D wordt 0 en we maken even de modelregel af. In de 4e modelregel wordt t opgehoogd met de tijdstap en t wordt daar 0,1. En als je nu kijkt in de rechterkolom, dan zie je dus wat de waardes zijn voor b en d na 1 keer het doorlopen van de modelcyclus. Die zijn 1,5 en 0 geworden. Vraag 2. Wanneer je een beweging in een numeriek model zet, dan gaat het model eigenlijk altijd vanuit dat gedurende een tijdstap de versnelling, maar ook de snelheid, constant zijn. En daar gaan we van die kennis gaan we gebruik maken bij het beantwoorden van deze vraag. Dus tijdens elk tijdstapje is de snelheid constant. Ik heb een eenparige beweging. Er geldt dan v is x gedeeld door t. En ik kan dus ook uitrekenen hoe groot de afgelegde weg is, delta x, tijdens dit tijdstapje. En die is gelijk aan v maal dt. Ja, wat ga ik met die afgelegde weg doen? Die ga ik optellen bij de positie die ik al had. En dan krijg ik de nieuwe positie 1 tijdstapje later. Dus de nieuwe waarde van x wordt de oude waarde van x plus v maal dt. En in modeltaal ziet het er dan zo uit. Vraag 3. Deze vraag gaat over de betekenis van 2 functies die je kunt gebruiken bij numeriek modelleren. Dat is de functie teken en de functie abs van absoluut. Nou, wat doet de functie teken? Die koppel je aan de variabele. Is die variabele een positief getal, dan wordt teken v, in dit geval heb ik de variabele v gepakt, wordt een 1. Is de variabele een negatief getal, dan zal de teken van die variabele zal min 1 worden. Absoluut is precies wat je ervan verwacht. Heeft de variabele een negatieve waarde, dan maakt hij hem positief. En was de waarde al positief van de variabele, dan verandert er niks en dan blijft die variabele positief. In onze situatie is het volgende. Wij moeten gaan kijken bij de situatie dat de snelheid v een negatieve waarde heeft van min 2. Dat betekent dat als ik teken v zou gebruiken, dat ik er dan een waarde uit krijg van min 1. En wanneer ik absoluut v gebruik als functie, dan krijg ik de waarde van plus 2 terug. Nou, dan gaan we eens kijken hoe zagen de modelregels er ook alweer precies uit. Ik heb een variabele x, die moet gelijk zijn aan teken v maal 25. En de variabele y, die is absoluut v maal 10. Ja, bij teken v gelijk aan min 1 krijg ik een waarde van x van min 25. En bij de absoluut v van
plus 2 krijg ik een waarde van i van plus 20. Vraag 4. En vraag 4 bestaat uit twee dia's. Om deze vraag goed te beantwoorden, moeten we eerst eens even goed kijken naar de situatie die we willen gaan modelleren. We willen een stuiterbal modelleren die op de grond komt. En daarbij is gegeven dat de stuiterbal met een kleinere snelheid terug zal stuiteren dan met de snelheid waarmee hij op de grond kwam. Hij zal 10% verliezen, oftewel de snelheid na de stuit zal 90% zijn van de snelheid voor de stuit. Maar we moeten ook met het tweede aspect rekening houden. En dat is dat de snelheid omdraait van richting. En dat doe ik als volgt. Ik laat een nieuwe snelheid uitrekenen die gelijk is aan min 0,9 maal de oude snelheid. Dus hij is kleiner dan de oude snelheid. En hij heeft precies de andere richting gekregen dan de oude snelheid. Vraag 5. We hebben te maken met een voorwerp dat naar beneden beweegt en dat een val uitvoert met wrijving. En wat altijd goed is om te bekijken is, hoe is het model opgezet? Wat is de plusrichting en wat is de minrichting van het model? Want die kun je gewoon vrij kiezen. Het model werkt in alle gevallen even goed. Als je nu gaat kijken naar F-lucht, de luchtwrijvingskracht, dan zie je dat die in het model als negatief is omschreven. Want door die v-kwadraat zal f-lucht altijd negatief zijn. We weten dat wanneer een voorwerp naar beneden valt, dat de luchtwrijvingskracht naar boven gericht is. Dus blijkbaar is in dit model naar boven negatief genoemd en naar beneden positief. Dan gaan we eens kijken. De zwaartekracht staat naar beneden gericht. En dat wil dus zeggen in ons model in de positieve richting gericht. Die moet dus ook in het model een positieve waarde krijgen. En dat doen we door de waarde voor g, de valversnelling, plus 9,81 te geven. Dan willen we natuurlijk ook dat het model stopt op het juiste moment. Nou, het model moet stoppen op het moment dat de bal de grond raakt. En dan is het de vraag, welke variabele beschrijft dat het beste? Ja, en het model werkt eigenlijk met drie hoogtes. Met een starthoogte h start, met een i-waarde die eigenlijk aangeeft hoe ver de bal al gevallen is, en met een h-waarde die de hoogte van de bal aangeeft. En die laatste moeten we natuurlijk gebruiken wanneer h kleiner of gelijk is dan 0, dan mag het model stoppen, want dan is de bal op de grond gevallen.